1 op de 3 Rotterdammers in Zuid is licht verstandelijk beperkt. Althans, dat zegt Marco Pastors, directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Die uitspraak stuit op veel kritiek vanuit de Rotterdamse politiek. Daarom vragen wij aan de mensen hier in Rotterdam Zuid wat zij vinden van deze uitspraak. Kom je zelf ook uit Zuid? Ja. En zie jij het om je heen ook? Zeg maar, als je om je heen kijkt, denk je dan ook 1 op de 3 is hij misschien licht verstandelijk beperkt of zie je dat eigenlijk niet? Als ik naar buiten ga, niet. Nee. Hij weet niet waar hij het over heeft en waarschijnlijk komt hij gewoon uit Hillegersberg, ergens waar het makkelijk is. Schandalig. Ik vind het schandalig als je zo'n uitlating doet. En ik vind dat hij eigenlijk dan een beetje naar zichzelf moet gaan kijken. Ik denk dat hij op cijfers gebaseerd. Hij zal het niet zomaar roepen. Marco is een verstandige man, die weet wat hij zegt. Dus hij zal het op bepaalde cijfers gebaseerd hebben die ik niet ken. En dan denk ik dat het ermee te maken heeft dat hij de minste Rotterdammers wonen die het minst verdiende. Dus ben je maar verstandelijk beperkt. Ja. Dat vind ik een beetje raar. Nou, als hij het kan bewijzen, dan is het goed. Ja. Als het uitspraak doet zonder zeker te weten, dat vind ik best wel raar. Weet je, dan moet je gewoon opstappen. Ja? Ja, ook gewoon raar. Als deze mensen roepen dat hij ongenuanceerd roept, roepen ze zelf ook iets ongenuanceerd. Dus laat ze eerst even met elkaar in gesprek gaan en de feiten checken.